Goedemorgen, beste mensen. Deze dag wil ik u de nieuwe aanwinst van Boerenkerk presenteren. Het is voor ons een hele bijzondere waar. Ik wil u kort iets over vertellen. Boerenkerk is iemand op de markt in Amsterdam. Luxe belegde broodjes verkoopt. Kazen, worsten en allerlei andere lekkernijen. Ik wil met u een rondje om de wagen lopen. Eerst is buitenom. We komen hier direct bij een hele belangrijke hoek in de wagen. Dit is, zogezegd, zijn broodjesbereidhoek. Er zit een bakplaat in, er zit een verwarmde bak in, gekoelde bakken. Er zit een hoek waar de klant ontspannen zijn broodjes kan eten. Kortom, dit is een heel belangrijk hoekje in de wagen. Als we verder lopen, hebben we hier de gekoelde toonbank. Een toonbank die heel laag presenteert. Je kunt goed op de waren kijken. Een indeling voor de bakken en een hoge toonbank eruit, dus goed zicht op de producten. Als u boven de toonbank kijkt, zit er een dubbele rij verlichting. Speciaal voor de verschillende waren die in de toonbank uitgestald worden. U kunt het aan mijn hand zien, alles kleurt mooi. Als we verder lopen, eventjes om de wagen heen, het technische gedeelte. Deze wagen die is natuurlijk met een radiografische bediening met aangedreven rollen heen en weer te bewegen op de markt of naar de stalling. We hebben een uitgebreide machinekamer. Waar elektra, koeling en hydrauliek elke dag moeten draaien. Als we dan verder kijken om de maximale ruimte in de wagen te genereren, hebben we een zijkant die naar buiten schuift. Dat betekent dat je in de wagen, gewoon zo te kijken, maximale loopruimte hebt. Wat belangrijk is op de markt bij Boerenkerk is dat de wagen doorkijk heeft. Ze staan midden in een straat waar ook de panden erachter zichtbaar moeten zijn. En dat de markt de overige straat niet opsluit. Vandaar deze nostalgische raampjes. Past goed bij deze wagen. Als we verder lopen, we zijn nu rond, gaan we de wagen in. U ziet hoe laag de vloerhoogte is, makkelijk in te stappen. Laag staan, goed contact met de klant. Wat zien we dan? Een ruimte voor de frisdranken om die te koelen. Een wasgelegenheid met een hele moderne kraan. Met dit. Een TurboChef. Een oven met enorme capaciteit. En u ziet hier allemaal een zwart front met allemaal gekoelde laders. Deze toonbank of deze werkbank is volledig roestvrijstaal uitgerust. De plinten zijn verwarmd. In de werkbank alles met ronde hoeken afgewerkt. Kortom, de Ferrari onder de koelwerkbank. Voor de nostalgie, massief eikhouten bladen, gelakt in een matte lak. En u ziet een hele mooie donkergroen metrotegel. Als we verder gaan, oven, de opwerkmogelijkheid. En u ziet, je kan op een prettige manier bij alle waren. Om zelf de klant van dienst te zijn.